Yo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Vandaag gaan we weer iets behandelen in een video waar jullie heel veel om gevraagd hebben. We gaan namelijk figuren rijden. Jullie gaan leren hoe je basisfiguren heel goed en heel mooi kunt rijden. Blijf kijken. Het eerste figuur waar we mee gaan beginnen is de volte. En een volte kun je in verschillende groottes rijden, namelijk 20 meter, 15 meter en 10 meter. En we beginnen nu eerst met de volte 20 meter. En we zijn nu bij de A. Dan beginnen we nu met de volte 20 meter. En een volte 20 meter is precies tot aan de helft van de bak. Dus je rijdt hem helemaal zoals je nu ziet tot aan X. En dan rij je hem weer terug helemaal naar de A. Netjes een stukje over de hoefslag. Mooi door je bochten, mooi door je hoeken. En dan heb je ook de volte 15 meter. En de volte 15 meter is dus 5 meter kleiner dan de volte 20 meter. En je haalt dus zo 5 meter van alle kanten af. En vanaf de X af. En als je dat doet, heb je dus een volte 15 meter. Kijk. En dan hebben we nu de volte 10 meter. En de volte 10 meter, zeg het al, is weer 5 meter kleiner dan de volte 15 meter. En is dus het allerlastigst. Omdat je heel goed moet sturen en heel goed moet kijken waar je heen wil. En het is ook belangrijk in een volte dat je heel mooi stelling en buiging hebt. Zoals je ziet doet Terry dat heel mooi. En nog een keer. En het is heel belangrijk in een figuur wat je rijdt, dat je alvast je lijntje in je hoofd uitstippelt. Dat je in je hoofd zegt, daar wil ik heen. Oh, volgens mij moet ik poepen. Nee. Oh, Teddy moet poepen. Oh, Teddy. Teddy moet altijd poepen. Even opruimen. Kijk, en nu mag je stilstaan omdat het handig is om op te ruimen. Maar normaal, gewoon doorrijden. In het wild kunnen ze ook doorrijden. En dan gaan we door met het volgende figuur. We gaan namelijk van hand veranderen. En van hand veranderen, dat doe ik nu op de diagonaal. Je kan het namelijk doen van F, wat je nu ziet, naar H. Maar je kan het ook doen van M naar K, zoals je nu ziet. En bij van hand veranderen is het heel belangrijk dat je hem voor de hoek al recht maakt. Dus dat je niet in een rare stelling uit de hoek komt, want dan kan hij niet meer mooi recht naar de overkant. En dan gaan we door met de slangenvolte. Ook bij de slangenvolte is het belangrijk dat hij recht naar de overkant gaat. Nu kom je op de hoefslag en dan buig je hem een beetje in en dan zet je hem weer helemaal recht en dan ga je recht naar de overkant. En dan buig je hem aan het einde weer een klein beetje in en dan maak je hem weer recht. Kijk, recht, stelling, stelling en je maakt hem weer recht. Wat heel veel mensen heel verkeerd doen, is dat ze in rare bochten en rare stellingen zo'n slangenvolte rijden. Maar het is gewoon belangrijk dat je helemaal recht naar de overkant gaat. En dan gaan we afwenden van A naar C en van E naar B. En dat is het begin van een proefje wat je zou moeten rijden. En ook daar is het heel belangrijk, waar bijvoorbeeld een jury heel goed op let, is dat je kaarsrecht naar de overkant gaat, dus niet slingerend. En door een S van hand veranderen is ook een heel leuk figuur. Je moet met mooie stelling je bochten maken, maar zodra je op de middenlijn bent, maak je hem helemaal recht. Het volgende figuur dat we gaan rijden is de gebroken lijn. En een gebroken lijn kun je rijden in 10 meter, maar ook in 5 meter. En we beginnen nu bij een gebroken lijn 10 meter. En bij een gebroken lijn is het net als bij het handveranderen heel belangrijk dat je al recht uit de hoek komt. Je rijdt tot aan de X en je stelt hem dan heel mooi om. Weer kaarsrecht terug tot aan de volgende hoek.
En dat kun je ook in 5 meter doen. En 5 meter is de helft van een gebroken lijn 10 meter. Je rijdt recht vanuit de hoek tot aan het midden. Je stelt hem hier op het midden heel mooi om. Maar Teddy is een beetje bang voor de camera. En rijdt dan weer heel mooi recht tot aan de volgende hoek. Kijk, je ziet dat ik hier niet tot aan de X rij. En dan wel weer kaarsrecht heel mooi tot aan de hoek. Dan gaan we nu verder met een grote volte op het midden. En die doen we in galop. En kijk hoe mooi Teddy kan galopperen. Hij vliegt gewoon. Maar bij een grote volte op het midden is het belangrijk dat je net na de E de hoefslag afgaat. En net voor B de hoefslag weer opkomt. Dan weer net na de letter de hoefslag afgaat. En dan net voor de letter er weer opkomt. En die grote volte kun je ook bij een A of bij de C doen. En die is 20 meter. Zoals je hier ziet, dan rijd ik hem ook in 15 meter. Dat kan namelijk ook in galop. En dan maak je hem weer 5 meter kleiner. Dan gaan we nu door met middengalop. En middengalop is eigenlijk heel makkelijk te onthouden. Het is gewoon gas geven in galop. Je hebt normale arbeidsgalop, maar je hebt ook middengalop. En dan geef je gewoon heel veel gas die heel hard gaat. En dan heb je middengalop. Hey, ciao. Ja. Wat een goede assistent heb ik vandaag, hè? Ja, Teddy. Ja. Nou, Teddy is een beetje moe. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie deze video heel leuk vonden. En dat jullie er heel veel van geleerd hebben. En nog een leuk dingetje. Als je al deze figuren aan elkaar plakt en heel netjes uitvoert, kan je dus eigenlijk al gewoon bijna een B- of een L-proefje rijden. Nou, Teddy, jij in ieder geval bedankt voor het helpen. Ik vond je echt een topassistent. En jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. Tot volgende week. Eindelijk een rijvideo. Dan blijven. Belangrijk dat je ongeveer 10 minuten losstapt. Binnenstelling. Kun je ook de andere kant op doen. Daarna echt veel lekkerder rijden.